Hallo en welkom bij de spelletleg van het spelletje Chateau. Chateau is ongeveer vorig jaar ook verschenen als een Kickstarter. Er was dan een print-and-play-versie, maar nu heeft Takkers Fun Factory dit overgenomen en hebben we daar een mooie retail-versie van gekregen. Chateau kan je spelen van 1 tot 4 personen, duurt ongeveer een kwartiertje en kan je spelen vanaf de leeftijd van 8 jaar of ouder, al kan jonger best wel ook. Hoe gaan we nu het spel klaarzetten? Wel, eerst en vooral, iedere speler krijgt één markeerder en één château. Elke château van de toch wel twintig châteaus heeft ook een speciale eigenschap. In symbolen staat hij hier rechtsbovenaan. Maar alles is uitgelegd in het regelboek, zoals je hier kan zien. Wat gebeurt er dan? Wel, elke... Speler zal zijn chateau doorgeven naar rechts of naar links, dat maakt op zich weinig uit. En het chateau van je tegenstander dan komt voor je te liggen. Het is dan de bedoeling om een van de vijf blokken in dit chateau te plaatsen zonder een van de hamersymbolen aan te duiden. Dus laten we veronderstellen dat ik voor het kruisvormpje ha. Voilà. En daarna krijg je je château uiteraard terug, al normaal gezien ingevuld met een van de vijf symbolen. Ik zal dit nu voor mijn eigen château doen. Voor het 1, 2, 3, 1, 2. Ziezo. Een eerste speler wordt gekozen en de beurten gaan eigenlijk altijd op dezelfde manier. Dus de twee dobbelzinnen worden genomen. En elke speler gebruikt het resultaat. Dit is al een speciaal resultaat, het is een katapult. Wat gebeurt er dan? Wel, je ontvangt opnieuw het château van een van je tegenspillers, links of rechts, dat kan je eigenlijk zelf beslissen. En dan ga je één vakje daarvan invullen. Dus bijvoorbeeld deze. Hierbij de opmerking, als er een katapult en een andere waarde wordt geworpen, dan moeten we altijd eerst de katapult afhandelen. Daarna moeten we afhankelijk van de gedobbelde waarden onze hokjes invullen. Het doel van het spel is ook om als eerste alle hokjes in je château in te kleuren. In het geval van een 2- of een 3-worp, zoals hier een 3-worp, mogen we deze vormen altijd gebruiken. Dus dat betekent als we straks weer een 3 gooien, dan mogen we die vorm opnieuw gebruiken. We mogen die draaien, we mogen die spelen, we mogen daarmee doen wat we willen, maar de basisvorm moet natuurlijk wel altijd hetzelfde blijven. Als een 4 of een 5-vorm wordt gebruikt, dan moeten we die plaatsen in onze château en duiden we ook aan dat we die gebruiken. Als we bijvoorbeeld deze rechten van 4 op 1 volgende blokken, wij willen gebruiken, moeten we daar ook een streepje doortrekken. Sommige châteaux hebben ook een speciale vaardigheid hier rechtsboven en de, het aantal bolletjes dat daaronder staat is het aantal keer dat je die bonus kan gebruiken. In het geval van deze Oscars School kan je deze één keer gebruiken en dan moet je het bolletje ook inkleuren. Ziezo. Nu, er is een katapultwaarde. 2, 3, 4 en 5 waarden. En dan is er ook nog het kroontje dat op de doppelstelling staat. Bij het kroontje mogen we een van deze symbolen kiezen. En we mogen alle symbolen die overeenkomen in onze château doorstrepen. Dus als ik bijvoorbeeld kies voor het stoeltje, ik duid aan dat ik het stoeltje gebruik. En ik kleur elk vakje waar ons stoeltje in staat. in. Een speciaal veld of een speciaal symbool is dat met de hamer. Maar het ogenblik dat ik een hamersymbool inkleur, mag ik onmiddellijk een ander vakje inkleuren. Dit mag opnieuw een hamer zijn en zo kan je dan eigenlijk doorgaan. Er bestaat ook een gemakkelijkere variant van het spel. Als je met de jongere kinderen speelt, dan ga je gewoon een van de dobbelstenen terugleggen in het doosje. En er bestaat ook een solo variant waarbij je eerst op je eigen château dan een van de vijf vormen inkleurt, samen met een hamer. En dan moet je eigenlijk het aantal worpen tellen waarin je château vredig gevuld is. En dan staat er in het boekje een tabelletje om te zien hoe goed je het gedaan hebt. En deze staat hier op de achterkant. Ziezo. Dit was onze spelletje van het spelletje Château. Bedankt om te kijken.